nog 2 seizoenen bij Sparta. Was dat een makkelijke keuze voor je? Ja, ik wou heel graag bij Sparta blijven. En ik had gewoon een goed gevoel hier. Ik heb hier 1,5 jaar gespeeld. En we hebben mooie dingen meegemaakt samen, promotie. En we hebben ons goed gemanifesteerd in de Eredivisie. En die lijn wil ik doortrekken. Je bent natuurlijk dit seizoen goed begonnen. Met een aflopend contract wel op zak. Wanneer kwam Sparta bij jou met de mededeling dat ze wilden gaan verlengen? Ja, ik denk dit seizoen al best vroeg hebben wij met elkaar gesproken. En het heeft best wel lang geduurd. Alleen we hebben gewoon beide goed over nagedacht. En uiteindelijk zijn we tot deze conclusie gekomen. Maar we hadden al heel vroeg dit seizoen het idee dat we samen met elkaar verder wouden. En dan komt er ineens interesse uit het buitenland. Heeft dat je nog erg aan het twijfelen gebracht? Ja, ik zou liegen als dat niet het geval was. Elke voetballer die voetbalt natuurlijk om een stap te maken naar het buitenland uiteindelijk. En dat is het hoogst haalbare. Alleen op dit moment is dit de beste keuze voor mij en wat niet is kan nog komen. Hoe voel je je op dit moment bij deze club? Goed, hele leuke groep, leuke technische staf. Alles klopt, prestaties zijn goed en dan voel je jezelf ook... Lekker op je gemak en ik heb niks te klagen en het kan alleen maar beter worden. En dan sta je hier dus nog 2,5 jaar onder contract. Wat verwacht je en wil je in die 2,5 jaar nog te bereiken? Dit seizoen natuurlijk gewoon in de Eredivisie blijven en vanuit daar verder groeien. En natuurlijk mijn eigen persoonlijke statistieken te verbeteren. En vanuit daar, als we dit seizoen erin blijven, natuurlijk volgend jaar proberen... Het linkerrijtje van de Eredivisie aan te gaan houden. En dat moet ons doel zijn. Dit seizoen is het gewoon erin blijven. En daarna gaan we nieuwe stappen maken. En hopelijk hoger op de ranglijst eindigen dan dit seizoen.